En Vigra Salco heeft samen met de Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname een driedaagse seminar georganiseerd. Het thema is Discovering New Gold Deposits. De opening van het seminar was vanmorgen in de aula van het IGSR-gebouw op het complex van de Anton de Kom Universiteit. Aan de drie studiedagen nemen deel de studenten van de studierichting Delfstoffen van de Anton de Kom Universiteit, wetenschappers uit de industriesector en vertegenwoordigers van de overheidsinstituten. Volgens Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco, moet het staatsmijnbouwbedrijf op de hoogte blijven van de nieuwe technologie op het gebied van mijnbouw. Maar wel uitspraken doen waarbij je kan zien van oké, we zijn op de goede weg. Of wacht even, we moeten nog verder gaan. Wacht even, er is nog veel meer ruimte om te onderzoeken. Of guys, wat we doen, we verliezen tijd. We moeten die daar gaan, we moeten deze kant komen. Het gaat erom, het helpt je op weg. Het gaat je helpen om datgene wat je tot nu toe hebt gedaan in kaart te brengen en te richten naar een next level. Kijk, waar een goed onderzoek is dynamisch. Hè. Het blijft niet stilzitten. Je bent voortdurend bezig. Er komen nieuwe methoden, nieuwe praktijksituaties doen zich voor. En dat is wat je nodig hebt om jouw zaak te bespoedigen. Het helpt je om efficiënter aan de slag te gaan. Je bespaart een heleboel tijd, energie en geld om te gaan zoeken. In plaats dat je general gaat, dan ga je gerichter gaan werken. Dat gaat het je helpen op termijn. Richard Goldfarb, inleider en onderzoeksgeoloog, heeft zijn sporen verdiend als senior onderzoeksgeoloog in de Verenigde Staten. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van geochemie en de geologie van ertsafzettingen. Goldfarb vertelt dat in zijn 35-jarige loopbaan als onderzoeksgeoloog hij elke keer nieuwe uitdagingen op het gebied van mijnen en het zoeken naar goud tegenkomt. I think in my 35 years of experience, I'm always finding new things wherever I go. Even in Suriname, I am learning new things visiting the mines here. And that allows us to put it all together and continually develop the theory of how gold relates to these processes in the earth that concentrate it in resources that we can discover. So the exciting thing is putting information together. And it's like a puzzle. Why is the gold where it's at? How did it get there? And it's always a continuing learning process. When I started, there were all sorts of crazy different models. But now, as many of us have put the information together over the last three decades, we now know where to look for it and how better to find it. De onderzoeksgeoloog Richard Goldfarb. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen tijdens het seminar die georganiseerd is door NV Grasalco en de Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname. Het seminar duurt drie dagen en wordt gehouden in de aula van het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.